Welkom terug bij half acht. De twee heren hier aan tafel hebben elkaar helemaal gevonden tijdens de opnames van het populaire programma Beste Zangers. Ferdy Bolland en Blanks. Nou, de chemie tussen die twee die spatten van de buis. Ferdy Bolland heeft al een enorme staat van dienst. En het lijkt erop dat Blanks in zijn voetsporen zal treden. Ja. Vind ik toch leuk, hè? Want Goedelen zegt, ja, oké, we gaan het over de jaren 80 muziek hebben. Maar in hoeverre is dat dan de connectie? Ik zeg, ja, maar Ferdy is nog steeds, maar is echt een icoon. Ja. En zeg, ja, maar welke liedjes dan? En nu komen de liedjes erbij. Kijk jij die laatste liedjes? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Kom aan, dat zijn wereldliedjes. Dat zijn wereldliedjes. Dat is ook al een radio en zo hebben wij ook. Serieus? Al, hè? Ja, dat zijn ook radio, ja. Ja, Ferdy, jij bent een oude rot in het vak, hè? Ja. Enorme staat van dienst. Blanks, jij bent. Mag ik jou nog steeds opkomende artiest noemen? Of is dat station al gepasseerd? Maar ik bedoel, je hebt een na Beste Zangers is het nu natuurlijk wel mega. Ja, maar je was online natuurlijk al. Wij zijn heel groot online. Ja, een miljoen. Ja, met name online. Ja, ja, ja. Ja, YouTube en zo. Maar goed, de niet-online mensen en die niet op YouTube kennen, weet je. Oké, je hebt nu ook... Inderdaad, dankzij Beste Zangers weet ook het grote publiek nu wie jij bent. Ja. Jullie hadden elkaar nog nooit ontmoet. En dat is het leuke aan Beste Zangers. Daar worden mensen echt bevriend. Het fraaie aan dat programma is, en zo knap van die redactie. Hoe ze mensen bij elkaar zetten die op zich niks met elkaar te maken hebben. Qua leeftijd, qua muziekstijl, qua achtergrond. En ze weten dat zo goed te combineren dat het gaat gellen. Het gaat in die week, want je bent een week samen. In Sevilla, in the middle of nowhere. En het gaat werken. En niet altijd elk jaargang is zo goed. Nee. Het werd ons te verstaan gegeven dat het wel heel goed werkte. Voel je soms denk ik ook wel door de televisie heen. Weet je, dat je denkt, oh ja, dit jaar is het wat minder jaar. Ja, dat kan. Het was gelijk, hadden we een connectie. Ja. Zelfs al op Schiphol, toen we weggingen. Maar daar ter plekke ontstonden echt vriendschappen. En ik kan me voorstellen als kijker dat je denkt, ja, ze spelen het allemaal geveinsd. En nee, het is echt zo. Nee. Ja. Waarom ben je verliefd op Blanks? Ik werd verliefd op Blanks, omdat hij... Ik had hem wel al... De andere mensen had ik niet voordat wij in Sevilla kwamen gesproken. Blanks wel, want we deden een duet samen. Dus we moesten vanuit Holland al dingen voorbereiden. Ik had hem in de app en aan de telefoon gehad. Maar ik had me verdiept in zijn werk. Ik kende zijn werk al. Ik ben redelijk, ondanks mijn leeftijd, redelijk goed op de hoogte van dingen. Ja. Omdat ik toch heel actief ben. En het is ook je passie. Ja, ja, precies. En hij is wel zo origineel in een aantal dingen. Zijn creativiteit... Maar hij is een goed ondernemer daarbij. En hij heeft een IT-achtergrond. En die drie dingen heeft hij zo goed gecombineerd in zijn carrière so far... dat hij een grootheid is op YouTube, internationaal. Die zegt het. Ja. Echt serieus. Ik was big time onder de indruk van hem, ben dat nog steeds. Ja. En ik ben blij dat de rest van Nederland dat nu ook gaat zien. En jij bent een enorme jaren 80 liefhebber. Ja. Is het ook in die hoedanigheid, omdat jij die passie al hebt voor de jaren 80 muziek... dat jij al lang wist wie Ferdy was, of had jij geen idee? Nou, ik kende Ferdy's naam dus niet, want ik kreeg de line-up. Toen dacht ik, Ferdy Bolland. Dus ik zei tegen mijn ouders, nou, dit is de line-up Ferdy Bolland. En toen zei je ouders, Ferdy Bolland. Die ken je wel, weet je wel, Falco en al die songs. Dus toen was ik eigenlijk heel zenuwachtig. Dus op het vliegveld had ik iedereen gespot en ik was met Niels aan het kletsen. Toen zag ik Ferdy. Toen dacht ik, daar is Ferdy, weet je wel. Dus, die passie voor de jaren 80, dat is... Ik weet niet waar het vandaan komt, maar Ferdy heeft natuurlijk eigenlijk... precies gedaan wat ik als het ware wil doen. Dus nummer 1 hits wereldwijd gehad. Ook achter de schermen. Ja, jij wil in zijn voetsporen treden natuurlijk. Ja. Maar wat is dan de jaren 80? Want dat is echt jouw passie. Wat is daar zo goed in? Want er zijn lovers en haters als het gaat om jaren 80 muziek. Ja, naar mijn idee zit daar een soort echte vorm van muzikaliteit in. En emotie die ik nu in te weinig liedjes misschien terughoor. En ik weet niet zo goed waar dat hem in zit. Misschien zijn het die analoge sounds die toen nog de boventoon voerden. Ja, de synths. Komen nu. Al die ja, dat is, want dat is wel heel vet. Al die drummachines komen weer terug. Ook de Dua Lipa's gebruiken allemaal nu sounds van de 80's. Ja. Als je kijkt naar de 80's, hier hangen wat platen uit die tijd. Grote iconen, Prince, Bowie, allemaal de grootheden van de 80's. Het was het decennium waar grootheden, bijvoorbeeld ook Falco, wereldwijd, miljoenen platen. Ja, dat zijn de 80's. Die waren Love 'em or Hate 'em,
Maar er zijn wel heel veel mooie dingen uit voortgekomen. Ja, kijk, jouw carrière, Ferdy, is zo groot en internationaal met zoveel successen. Kijk, jij gaat zondag naar, vertrek jij naar Amerika. Daar ja. ga je, dat doe jij gewoon een hele tour. Ja, ja dat is echt heel insane eigenlijk. Ja, maar dat is dus allemaal al dankzij jouw bereik wat je online al voor elkaar hebt gekregen. Ja, een ander soort andere volgorde nu. Dus ik ga daar nu naartoe als het ware door dat wat ik op social media heb gedaan. Maar herken jij jezelf, Ferdy, in hem als jouw jongere versie? Absoluut. Nou ja, zijn drang en zijn passie om succesvol te worden, ook een beetje inherent aan zijn generatie. Hij is 25, ik heb twee prachtige dochters van 4 en 23. Die hebben datzelfde, die gedrevenheid. En ik herken dat in muziek, omdat ik wilde maar één ding. Ik begon met mijn eerste plaat toen ik 15 was. Ik zat nog op school en middelbare school, maar ik was aan het optreden, alles. Hits gehad. En op een gegeven moment was mijn droom om in Amerika succesvol te worden wereldwijd. En uiteindelijk is dat gelukt. Nummer 1 in Amerika, in Engeland, wereldwijd. Zo knap. Hoe oud was je dan toen je die nummer 1 zong had? Toen in Amerika was ik 30. Ik heb nog 5 jaar. Shit. Jij hebt nog 5 jaar, maar dat gaat jou sowieso lukken. Maar ik wil heel even nog tot slot, want jullie gaan zo voor ons het duet zingen. Ja, uit Beste Zangers. Wat jullie hebben gedaan in Beste Zangers. Ja. En daar is een aanleiding voor geweest om dit nummer te zingen. Ja. Dat is een droevige aanleiding. Droevige aanleiding hebben we ook in het programma genoemd, in de duettenshow. We krijgen elkaars levensverhaal in de voorbereiding. En ik las zijn levensverhaal. Essentieel voor mij in dat levensverhaal was dat hij, zo jong als hij is, een paar jaar geleden een heel tragisch moment heeft meegemaakt. Zijn allerbeste vriend Joost overleed door een ongeluk waar hij bij was. En bij de herdenkingsdienst van alle vrienden van Joost en Simon Blanks hebben ze een aantal liederen gezongen, maar ook Circle of Life. En toen dacht ik, ja, wat zou het mooi zijn, belangrijk vond ik, als ik dat met Simon zou kunnen zingen voor Joost. Dus dat is een ode aan jouw vriend? Ja. Ja, dat hebben we met de hele klas eigenlijk toen gezongen. We hadden een hele hechte schoolklas. Ja. En dat lied hebben we gezongen. En dat was ook een heel bijzonder moment, want het was eigenlijk, het klinkt misschien heel gek, maar meer een viering van het leven van Joost. Ja. En ik vond het echt heel bijzonder dat je dat dus ook wilde zingen. Ja. En ook dat het dus eigenlijk een soort van positieve nagedachtenis aan Joost is. Ja. Want Joost was namelijk heel erg. En nu weer. Dus dat is hier weer Joost. Nou, laten we dat doen. En ga naar jullie plek. Dan kondig ik jullie aan. De Circle of Life. Natuurlijk wel bekend van niemand minder. Dan heb ik opgeschreven, dat weet ik ook nog, maar ik ben hem even kwijt. Elton John. Sorry. Van Elton John. Maar The Lion King natuurlijk, daar kennen we hem ook van. Ja. En een ode aan Joost, wat jullie ook zeggen met jullie twee. Het wordt nog even gezet, want die viel er natuurlijk even af. Mooi, hè? Maar die vriendschap tussen deze twee. Ja, heel mooi. Deze muzikale vriendschap. Yeah. En zondag ga je dus toeren naar Amerika. Yes. Dat kunnen wij helaas niet zien. Kunnen we dat ergens online nog terugzien delen? Ja, ik ga op al mijn social media natuurlijk honderden filmpjes posten. Dus en dat kunnen we allemaal volgen. Op YouTube natuurlijk volgen. Ja. Van de Blanks. Ja. Oké, jongens, het podium is van jullie. Ja, dankjewel. The Circle of Life.